Ik ben Donnie Jansen. Ik werk bij Heiman Magazijn. Heiman is een bedrijf die spullen of bezorging wegbrengt naar alle schoonmaakbedrijven van Nederland. Wat ik hier doe is, ik maak bezorgingen klaar. Met het geld dat ik verdiend heb, ga ik voor een auto sparen. Een Mitsubishi Eclipse. Ik heb meegedaan aan de verrijking van de baangarantie. Ik zou graag willen zeggen tegen de volgende leerlingen dat je deze kans niet moet verpesten, want dit ga je niet vaak in je leven meekrijgen. Ik ben Roland Wink, algemeen directeur van Heiman Schoonmaakartikelen. Ik vind als bedrijf zijn we er ook om elkaar te helpen en ook jongeren die het wat moeilijker hebben. En die wil ik graag een kans geven om te laten zien wat ze kunnen. De meeste jongens zijn toch veel een beetje individualistisch. En praten niet veel, praten niet snel met andere mensen. Maar ik denk dat hij gebaat is bij het complimenten krijgen. Dat hij veel mensen om zich heen heeft die dingen tegen hem zeggen. Dat we hem heel duidelijk instructie geven. Dat hij ook de tijd krijgt om dingen te leren. En dan zie je dat hij naar alle waarschijnlijkheid net zo kan werken als alle andere jongens. En dat is de bedoeling. Ja, dan zie je hem ook opbloeien. Dat vind ik mooi. Ze worden overal bij betrokken en ze zijn in principe gewoon volwaardig werknemer. Lijkt mij een hele mooie kans voor iedereen. Ik ben Rahma Almoeden, directeur van Mastienstverleners. Deze leerlingen die verdienen gewoon echt een plekje. Als je een leerling vanuit de school gelijk op de werkgever een contract geeft, dan gaat het fout lopen. En midi training die wij geven om de verrijking, plus het contract hebben wij iets minder moeilijkheden om die kinderen ook vast te houden daar. En dat is onze ervaring. En wij hebben nu eigenlijk al een paar jongeren of leerlingen, medewerkers, die al doorgestroomd naar een andere werkgevers. Ze kunnen naar een magazijn, ze kunnen naar de horeca gaan. Dus het is echt heel belangrijk. Als ze klaar zijn, hebben ze een contract. En dat gebeurt niet altijd. Dat is toch wel heel bijzonder aan dit project, vind ik. Ik ben Anwar Akhkari. Ik ben 16 jaar oud. Ik werk nu in de ademtoren voor de lookout. Ik doe onder andere aan schoonmaak en ook hulp bij het schommel af en toe en in de lift. Ik ben eigenlijk een soort vliegende kip. Ik wil eigenlijk liever niet stilzitten. Gewoon doorwerken en liever niet op school. Ik zou zeggen echt doe het. Het heeft me veel goed gedaan. Heel veel. Alles, mijn mindset is veranderd, mijn gedrag is veranderd. Eigenlijk alles is veranderd. Ik ben Jasper, ik ben 19 jaar oud. Ik ben begonnen met werken in de Ellentoren als schoonmaker. En ik werk nu in de keuken. Ik heb meegedaan aan dit traject om er zeker van te zijn dat waar je ook maar komt in de hele wereld, dat ik altijd kan werken. Dat ik een diploma heb en dat ik zo aan de gang kan. Zelfs met wat ik heb verdiend, nu al, heb ik nieuwe kleren van gekocht. En vooral tegenwoordig ook eten. Het werkt echt. Ik ben Kai en ik werk hier bij de Adam Lookout. En ik denk dat het een mooie kans is om bij ons te werken met dit uitzicht. En daarnaast gewoon binnen zo'n bedrijf, een jong bedrijf, met veel doorgroeimogelijkheden. Ik zeg ja tegen de leerlingen van het Orion, omdat ik merk dat het over het algemeen super gemotiveerde mensen zijn die heel graag ergens aan de slag gaan. En die bied ik graag een kans. Wat let je zou ik zeggen? Meld je aan.